Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik laat vandaag mijn morningroutine voor school zien. Dus hoe ik mij klaarmaak voor school. Nou, ik begin natuurlijk met wakker worden. 'S Ochtends lig ik nog in mijn bed. Nou, ik heb echt een vogelnest als mijn haar. Het ziet er niet uit. Meestal word ik uit mezelf wakker. En ik zet nog wel een wekker, maar vaak word ik al voor de wekker wakker. Kijk ik als allereerst op mijn telefoon en doe ik vaak een heletje de playlist aan. Vooral akoestische muziek en covers vind ik 's ochtends super chill om wakker mee te worden. Ja, good morning! Dan kom ik mijn bed uit. En ga ik vaak naar mijn kledingkast toe. Nou, wat heb ik zin om aan te doen? Als ik daar niks zie, dan kijk ik onder mijn bed. Daar ligt de rest van mijn kleding. En dan kies ik daar wat leuks uit. Nou, dan doe ik mijn pyjama uit. Ik weet niet of ik de enige ben die zo stonder broeken uitdoet. En panties aan, dan ben ik ook niet zo'n held, maar oké. Okay. En ga voor een jurkje van New Look. Daarna ga ik naar de badkamer om mijn gezicht te wassen. En dan gaap ik heel erg mooi. Echt, my god. Ziet er niet uit. Kon echt niet. Nou ja, dan gebruik ik een face wash. Deze is van Dr. Van der Hoog. Speciaal voor de jonge huid. Deze vind ik heel erg fijn. Die gebruik ik in combinatie met mijn Clarisonic. Een soort elektronische borstel om je gezicht mee schoon te maken. Vind ik heel erg fijn. En die reinigt mijn gezicht ook echt goed. Daarna gebruik ik nog een reinigingsmelk van Biodermal. Dit vind ik ook heel erg fijn. Ik voel het iets voelender aan. En om het nog iets te verfrissen gebruik ik ook nog heel graag een cleansing lotion. Ook van de Clear Skin collectie van Dr. Van der Hoog. Ook heel erg fijn. Als laatste nog een dagcreme, de vitamine E creme van de Body Shop. Dus deze gebruik ik echt al 4 jaar of zo. Dus vind ik zo fijn. Nou, mijn haar is echt een vogelnest 's ochtends, maar oké. Okay. Vervolgens ga ik terug naar mijn kamer, kam ik mijn haar en doe ik nog even make-up. Ik laat niet mijn hele make-up routine zien, want ja, dat wordt te lang een video. Maar als jullie dat een keer willen zien, laat het even achter in de comments. Dan zal ik dit een keer opnemen. Vervolgens doe ik nog wat armbanden op en spuit ik parfum op. Nou, de parfum die ik vandaag op heb is die van Deka & Ai. Dat is het appeltje. Die is super fris en lekker. Heel bekend. Misschien ken je hem wel. Vaak smeer ik mezelf nog ook even in met een body lotion. Lekker voor de geur. Douchen doe ik trouwens meestal 's avonds. Dat vind ik wat lekkerder dan 's ochtends. En nog wat ringen. Jullie kennen me. Ik draag heel vaak ringen. Ik vind ringen fijn. Die heb ik dan ook om. Doe nog even een jekje aan. Want die vind ik net wel leuker bij mijn outfit passen. En anders is het best wel koud. En vervolgens ga ik naar beneden. Ik loop de trap af en vaak zit de krant dan in de brievenbus. Ja, ik lees 's ochtends de krant en mijn vriendinnen vinden het echt zo'n typisch kenmerk voor mij. Ik vind dat heel erg chill om 's ochtends bij mijn ontbijt de krant te lezen. Dus ondertussen ga ik naar de woonkamer, in de keuken, maak ook even mijn ontbijt. Vandaag ben ik gaan voor yoghurt met wat bosbessen, muesli en noten. Ik hou heel erg van amandelen en walnoot gemixt. Heel lekker. En daarna uiteraard koffie. Ga ik lekker zitten. Ik heb nog wat pruimen gepakt. En dan ga ik dan met mijn koffie en mijn ontbijtje de krant lezen 's ochtends. Dat vind ik heel erg fijn om op die manier zeg maar de dag te beginnen. Soms neem ik nog een kopje koffie. En dan lees ik nog een stukje als ik wat tijd over heb. Daarna maak ik mijn lunch klaar. Ik had vandaag zin in brood. Dus heb brood gemaakt. Daarna pak ik mijn tas in. Ik weet dat ik dit eigenlijk de avond voor moet doen. Maar vaak vergeet ik dat. Dus dan gebeurt het op het laatste moment heel slecht. En daarna ga ik naar school toe op de fiets. En dit is eigenlijk mijn ochtendroutine. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog doen. En dan zie ik je volgende week weer. Bedankt voor het kijken.